Vermogen. Goed bij kas zitten? Nee, dat wordt niet bedoeld natuurlijk. Vermogen heeft met arbeid te maken. Hoe? Let op. We gaan beginnen met een beetje noeste arbeid. Twee bouwvakkers die sjouwen stenen boven toe, zo. Ah ja, de ander is ook bij. Ja, en de vraag is, wie van deze twee heeft nu de meeste arbeid verricht? Wat denk je? Nou, arbeid, ja, is F keer S. En het aantal stenen is gelijk links en rechts. Dus F, de kracht, is gelijk. En ja, ze doen S ook gelijk. Oftewel, beiden hebben evenveel arbeid verricht. En toch is natuurlijk duidelijk van de linker, ja, daar zal de baas het meest blij mee zijn. Waarom? Duidelijk. Hij heeft in kortere tijd gedaan en daardoor is het vermogen van hem meer. We kijken er nog eens even naar. Kijk, stel je voor, links en rechts hebben ze een kracht van 30 newton nodig om de stenen omhoog te sjouwen. Nou, dan gaan ze weer. Ja, de linker weer iets sneller dan de ander. 2 en 3 seconden. En ze gaan 2 meter omhoog. Ja, beiden 2 meter. Dan krijg je dus dat de arbeid voor beiden F keer S, voor beiden 30 keer 2 is 60 joule. Dat is precies gelijk. Maar per seconde heeft de linker 30 joule verricht en de rechter heeft slechts 20 joule verricht. Dat is het vermogen. Het vermogen van de linker is dan 30 watt en het vermogen van de rechter is 20 watt. Het vermogen is de arbeid die per seconde wordt verricht. Nou, eventjes een paar dingen. Vermogen, het symbool daarvan is de hoofdletter P. Nou, van het Engelse woord power. De eenheid, het is arbeid gedeeld door tijd. Dus is het joules gedeeld door secondes. En dat wordt als watt opgeschreven. Watt is in feite de afkorting voor joules per seconde. En de formule is dus P is W gedeeld T. Ja, de P is vermogen, W arbeid en joules, maar mag natuurlijk ook newtonmeter zijn. En T is de tijd in seconden waarin de arbeid wordt verricht. Voorbeeldje. Nou, een heel verhaal. En belangrijk is met zoveel dingen dat je goed doorhebt wat zijn de gegevens. Ja, bouwvakker 1, 60 meter afgelegd. Kracht 35 newton en 33 seconden. En die ander, ja, hetzelfde maar in 18 seconden. En een andere kracht. Nou, wie heeft nu het meest vermogen? Nou, ga je gewoon uitrekenen, hè? Voor bouwvakker 1, arbeid gedeeld tijd, F keer S. F is 35 keer S, 60. Delen door die 33 seconden en je komt op 64 watt. En bouwvakker 2, hetzelfde. En dan zie je dus dat de bouwvakker 2 een groter vermogen heeft. Je kunt ook afvragen van oké, stel je voor bouwvakker 1, die gaat wat sneller doen. Hoeveel sneller moet hij doen om hetzelfde vermogen te doen? Dan moet je dus het vermogen hebben van 67 watt. Oftewel, vermogen is W gedeeld T. T wordt gevraagd, dus T is W gedeeld P. Ja, even goed bekijken. De arbeid die bouwvakker 1 moet verrichten is die F keer S. En die hebben we al 35 keer 60. En het vermogen moet dan 67 zijn. En betekent dus dat je het in 31 seconden moet doen. Dus als dit 31 was geweest, dan hadden beide bouwvakkers een even groot vermogen gehad. Ja, maar nu is bouwvakker 2 degene met het meest vermogen. P is W gedeeld T, arbeid gedeeld tijd. Maar arbeid kun je ook schrijven als F maal S. En die F die kun je eventueel ervoor zetten. En dan krijg je dus F van S gedeeld T. En S gedeeld T, afstand gedeeld tijd, is snelheid. Oftewel, vermogen kun je ook berekenen door F keer V te doen. En die F is dan de kracht die nodig is om iets op snelheid te houden. Een voorbeeldje. Ja, stel je voor, je hebt een wat mooiere auto aangeschaft en gevraagd wordt nou van: hoe groot is nou het aantal newtons, de voortstuwingskracht,
als hij op topsnelheid rijdt? Hoeveel newton is het dan? Nou, eventjes goed kijken. Ja, het zijn kleine lettertjes, maar je ziet dat het vermogen daar is 298 kilowatt. En zijn topsnelheid is daar 300 km per uur. Dus P is 298 keer 10 tot de macht 3 watt. Let op, hè, kilowatt. Eventjes omrekenen naar watt zelf. Hetzelfde ook met de snelheid. Het staat in kilometer per uur, maar moet in meters per seconde. Dus 83,3 meter per seconde. En dan krijg je P is F keer V. Kun je F berekenen. En die is dan 3,58 keer 10 tot de macht 3 newtons. Oftewel ruim 3.500 newton. Zo, hey, alweer arbeid. Ja, je doet heel veel, hè? Vermogen, dat is toch mooi zo. En vermogen trouwens, kijk, het paardenkracht is eigenlijk ook een eenheid van vermogen. Kijk maar na in je BINAS en daar heb je wel tijd voor, want dit is alweer de laatste dia. Bedankt voor het horen en tot ziens.